Nou, daar gaan we hoor. Toen waren we misschien 4, 5, mijn broer en ik. Een plas achter de boerderij en daar werden wij opgezet. En nou, red je maar. Ja, ik vond het meteen prachtig. Mijn broer had altijd wel wat haakleer kapot of wat ook en koud. Ik had nergens last van, ik vond het schitterend. Je strijdt om het snelheid te krijgen. Je brengt het gewicht op rechts. Links zet je de buitenkant ernaast, iets tevoren en je stapt eroverheen. In 86 heb ik de Elfstedentocht geschaad met mijn man. En 85 stonden wij aan de kant. En toen zeg ik tegen mijn man, verdorie, dit hadden wij ook gemoeten. Dus in 86 hebben wij hem samen geschaatst. En toen ben ik ook naar deze hal gegaan, voor techniek. Ja, dat kwam na de tocht, in plaats van voor de tocht. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan olifantenhoorn onze beurten. Dus je doet eerst je ene been, dan sluit je je been en dan doe je de andere. En het is heel belangrijk dat dan je hele gewicht op het ene been zit. Nou, de bochten, hè, die doen wij niet meer zo perfect hoor. En nee, daar moet je durf hebben. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk niet in de bocht. En stel als ik wat krijg, dan is natuurlijk het feest over. Ja, wees maar eerlijk, dan is het gebeurd. Deze die kosten 107 gulden. We hebben ze opgehaald uit Sneek bij Zandstra. Nou, en toen wou ik zwarte schoenen. En die waren er niet in een klein maatje. Nou, ik denk, dan maar witte. Ja, het ook weer zijn tegen. Want als die dan op buiten ijs was, dan riepen ze wel eens... Mim, Mim, daar is die vrouw ik weer mij die witte redens. Toen heb ik een heel poos er hoesen om gehad. Maar ja, het was ook een geknoei. Dus ze zijn een beetje opgepoetst. En de ijzers, die zijn nog prima. Ik hoop nog... 5 jaar door te gaan. Net als mijn rijbewijs is ook 5 jaar verlengd. Dus dit verleng ik ook 5 jaar. Nou ja, dat zeg ik nog zomaar. Hè? Ja.